Huis Asiana heeft gisteren een donatie van de Family Foundation van Kwiatkowski gekregen. Het gaat om een organisatie uit Oekraïne. De gifte bestond uit levensmiddelen en verschillende artikelen die in het bejaardenhuis gebruikt kunnen worden voor dagelijkse levensbehoeften. De Surinamer Jason Choi, die in Nederland woont, is mede-initiatiefnemer van de donatie. Brenda van Daal, directeur van Asiana, zegt dat de donatie heel goed gebruikt kan worden voor de bewoners van het bejaardenhuis. Ik heb vanmiddag ontvangen hier zo in Huis Asiana de Family Foundation van Kwiatkowski, Oekraïense foundation groep die dan een hele bagage hier aan voedingsmiddelen voor ons heeft gebracht. Pampers, handschoenen. Nou, kortom, een heleboel wat het te huis kan gebruiken. Dit is een aanzet in een samenwerking met deze Oekraïense organisatie. En ze hebben beloofd terug te komen in het begin van het nieuwe jaar. Om dan verder te kijken wat allemaal Huis Asiana nodig heeft. U kan ervan verzekerd zijn dat ik mijn verlanglijstje zal maken van wat het huis allemaal nodig heeft. Alvast wil ik heel hartelijk bedanken voor de spullen die we hier hebben gekregen. En ik wil u succes verder toe wensen. I want to wish you success in the work you do. And I'm looking forward to meet you in the new year. Thank you. Van Daal zegt dat de donatie een goed gebaar is voor mensen die het menen met de organisatie. Eerder dit jaar heeft de directeur ook een oproep gedaan aan de gemeenschap om aan de organisatie te schenken als die het kunnen missen. Kort na de oproep hebben verschillende organisaties en individuen donaties gedaan bij Asiana.